Vandaag zijn er verkiezingen in Tunesië, lokale verkiezingen. Er is net gestemd en dat gebeurt met inkt op de vinger, paarse inkt. Waarom is het nou zo belangrijk dat er lokale verkiezingen zijn in Tunesië? Nou ja, wij kennen dat natuurlijk ook, lokale verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen. Voor ons is dat heel normaal dat de overheid gedecentraliseerd is. Zodat mensen in hun omgeving meer invloed kunnen uitoefenen. Dat ze zich gehoord voelen. Wat mij opviel in gesprek met de kandidaten is dat zij er totaal geen vergoeding voor krijgen. Wat wij wel gewend zijn, hebben zij niet. Dus het is allemaal idealisme, echt pure idealisme wat ze doen. Doen er nou eigenlijk veel vrouwen mee aan die verkiezingen? Bijna 50%. Dus dat hebben ze best wel goed voor elkaar. Wij vinden het belangrijk dat er stabiele democratieën zijn en dat we die ook ondersteunen. Zeker in een regio met landen eromheen die echt problemen hebben met stabiliteit, is het heel erg belangrijk dat de democratie steeds stabieler en krachtiger wordt. Dus wel heel mooi om te zien dat er een heleboel jonge mensen kandidaat zijn. Dus ook dat deze generatie wil werken aan een betere democratie ook in Tunesië.